De Stadsrechten van Utrecht. Uitgegeven op 2 juni 1122 in het Keizerlijk Paleis, in de volksmond genaamd Loven. Het souterrain van het paleis is na eeuwen particulier bezit in 2020 overgenomen door Stadsherstel Utrecht. En je loopt er zo voorbij, hè? Ja. Utrecht zit eigenlijk vol onontdekt erfgoed. En ja. Het is onze missie om te kijken hoe kunnen we dat nou wel aanraakbaar en beleven. Ja. Ja, nu hebben we dus eindelijk de sleutel. Het is plaatsgevonden. Ja. Het begin van Utrecht stad. Ja. Mag ik het ook aanraken? Ja. Oh, wauw. Nou heb ik geschiedenis in handen, hè? Ja. Zo. Gaaf. Een van de bogen van het paleis waar Utrecht stadsrecht heeft gekregen in 1122. Maar in 1935. Dan zie je hem hier zo. Dat is deze pilaar. Dat is deze pilaar. Deze foto van de uitgegraven zuil in 1935 staat in het boek Zoeken naar Utrechtse schatten. Het resultaat van jarenlang onderzoek door bouwhistoricus Frans Kip en architect Theo van Wijk naar de verborgen geschiedenis van het Domplein. Het verhaal begint ruim 40 jaar geleden als Frans in een gesprek met Theo vertelt dat onder een luik op de binnenplaats van Domplein 4 een geheime kelder is. Waar je met een ladder in kan afdalen en waar je de muur van het Romeinse castellum kan zien en aanraken. Mijn dochter is nu 44, ze was 8, dus dat is 36 jaar geleden kwam ik op weg met haar naar de muziekschool. Zag ik op de binnenplaats dat een stalen luik. En ik schoot door mijn hoofd, is dat het luik van Frans? En dan begint eigenlijk het spannende jongensboek. En als ik uiteindelijk dan daar die sleutel heb en ik doe het luik open en ik ga via die ladder 3,5-4 meter naar beneden en je staat onderin, oog in oog, met die restanten van de noordmuur van het castellum, toen ging bij mij een fantasie lopen. En toen dacht ik van, als ik nou hier die muur zie en ik kan graven zo in de richting van het plein, dan kan ik een onderaardse Romeinse laag onder het Domplein, onder de stad maken. Dan kom ik dus de pijlers van de ingestorte kerk 1674 tegen. Ik kom vervolgens de restanten van de eerste kerk, de kerstening Nederland van Willibrord, kom ik tegen. Enzovoort, enzovoort. En die fascinatie begon te ontstaan. Die droom komt stap voor stap uit. In 2014 ging Domunder open voor publiek. Je staat op de diepste vlak. Je hebt het gevoel dat je op de Romeinse laag, de oorsprong van Utrecht, staat. En ja, en waar komen we dan? Dan komen we bij de toegang hier. De toegang van Principia, het hoofdgebouw van de Romeinse commandant in het hart van het castellum. Nou, je kunt je voorstellen hoe spannend dat was, dat we in 2013 dit op gingen graven. Toen kwam die eerste stenen laag van boven. Ongekend spannend. Maar nu komt de volgende. Paleis Loven, ook uitgebreid onderzocht en beschreven door Theo en Frans, wordt door Domunder voor het publiek toegankelijk en beleefbaar gemaakt. In 2020 is de overdracht. En nu gaat het dan gebeuren, denk ik, hè? Ik denk zo'n 25 jaar geleden was ik hier met Frans Kip, bij de eigenaar van de meeste kelders hier. Dat zijn de erven André en de Laat, de familie Bakker. Vismarkt 21. En zeg maar, de wat oudere Utrechters zoals ik, die kennen de winkel nog hier. Allemaal bakkerspullen, kijk maar. En hier zou je het verhaal kunnen vertellen van de keizer en de bisschop en de burger. En de spanningsvelden die daar waren. De keizer en de bisschop. Hendrik de Vijfde was keizer van het Heilige Roomse Rijk, waarin hij graven, koningen en bisschoppen als leenmannen had aangesteld. Utrecht was een religieus en bestuurlijk centrum. Godebald was bisschop en leenman. Eens in een paar jaar kwam de keizer langs en verbleef dan in zijn paleis.
Stel je voor, Paleis Lover, een heel gezelschap, de keizer die daar met Pinksteren was gekomen, met een heel gevolg van edellieden, de aartsbisschop van Keulen, de Utrechtse bisschop, abten waren daar allemaal verzameld om allerlei belangrijke zaken te bespreken. Alleen ergens in die bespreking ontstond er een ruzie. Een ruzie tussen de keizer en de bisschop. En de mannen van de keizer en van de bisschop raakten met elkaar slaags. De Utrechters hadden de keizer geholpen in die strijd. Kregen eigenlijk als dank voor wat zij aan steun hadden geleverd aan de keizer deze rechten op perkament bevestigd. En dat zijn dus de stadsrechten van Utrecht geworden. Om het open te stellen voor publiek moet er veel gebeuren. Er is in de afgelopen eeuwen veel op en door elkaar gebouwd. De muur die tegen de zuil- en tufstenen boog is gemetseld, wordt weggehaald. We willen een proefgaatje maken. Ja. Dan moeten we dus... Dit kan je beter even laten zitten. Dan zou ik liever eerst naar beneden gaan. Ja. Dan de voorkant van de vloer. Oude steenlagen in de bodem worden blootgelegd. Eerst een dikke, dan een dunne en dan een cementvloer. Kijk, een rode. Ja. Een dun. Bij een tegel. Ja. Oh ja, pak hem maar. Dan zit dit erop. Zouden die vierkante tegels kunnen... Paleis Lover zit eigenlijk verstopt in deze kelders. Je ziet hier middeleeuwse bogen. Dat komt, het paleis is rond 1040 gebouwd. 1122 natuurlijk de stadsrechten. En in 1253 grotendeels verwoest door een brand. En toen zijn er drie stenen middeleeuwse huizen opgebouwd. En dat zijn eigenlijk de kelders geworden die je nu ziet. Het zijn allemaal kleine afgesloten kelders met allemaal stukken van Paleis Lover erin. Die gaan we met elkaar verbinden. Straks, als alles er tussenuit gehaald is, is hier echt een zaagsnede door de muur heen. En dan moet je natuurlijk die bovenkant weer afwerken. Dat gaan we trouwens aan de andere muur ook doen. We hebben dus twee doorgangen. Dat je vanuit deze kelder een route hebt, hier doorheen, door deze heen. Nou, dan door de muur die nu teruggehaald wordt, maar dat je via de gang weer terugkomt, dat het echt een circuit wordt. Dit stuk mag helemaal dicht. Ja. Dus als je maar niet aankomt, moet je wel te zitten. Dat is gek. Ja, hier stond dus een muurtje nog, maar die is geen monumentale waarde. Dus die mochten we weghalen. En daardoor kunnen we nu veel meer het gevoel krijgen hoe dat paleis op de volle breedte op het smalste stuk is geweest. En daardoor komt deze oorspronkelijke zuil van Paleis Lover veel mooier tot z'n recht, inclusief de boog. Die uiteindelijk leidt naar de sluitsteen, oftewel de noordmuur van het Keizerlijk Paleis Lover. Dat is zo enorm rijk al aan informatie, ja. Dat je bijna zegt, je moet eigenlijk nergens aan willen komen. Exact, nee, zo min mogelijk. En vervolgens zijn er een paar fantastische opgravingen geweest, die op het moment dat je daarin zou kunnen kijken... Cruciale punt is hier natuurlijk. Ja. En dat we gelukkig weten aan de hand van tekeningen dat de kans wel heel erg groot is dat ze hier op 60 centimeter onder de vloer die Romeinse muur hebben, ja. Die hebben ze gewoon gevolgd tot aan de zuil. Het contactpunt is Paleis Lover, die staat op de Romeinse muur. Ja. Dus dit is de zuil. Dit is het hele stukje wat vrijgegraven is. Denk ik. Oh, ja. Dit is gewoon de opgraving, die gaat gewoon tot tegen de muur hier. Ja. En die heb je ook die tekeningen. Ja. Ja. Alleen, dit suggereert, en hier zie je de indifferente muren, dat is die uit 19 die net weggehaald. Deze net weggehaald. Ja, ja. En hier ligt gewoon opgaand werk, tufsteen, richting diezelfde. Ik neem aan dat ze dat toen even hebben opgezocht. Ja. Ik zou niet weten waarom niet. Wat we nu aan het doen zijn, is het vooral veilig toegankelijk maken van deze ruimtes. Met de doorgangen, maar ook de elektrische installatie hebben we dus helemaal vervangen. En boven de togen zie je een ijzeren balk zitten, die het gewicht van het plafond van de huizen die hierboven zitten, weer verdeelt over de rest van de muur. De cementvloer is weg, komt straks een vlonder op. En dan is het eigenlijk zo goed als klaar om samen te gaan bedenken hoe gaan we het nou verder inrichten. Paleis Lover heeft een Vind Paleis Lover community opgericht om voor de stad en met de stad het erfgoed toegankelijker en beleefbaar te gaan maken. Maar fijn dat jullie er zijn. Allereerst nog even heel kort iets kleins hebben. We zijn in juli begonnen met enquêtes. Die zijn heel breed verspreid door het hele netwerk van Domunder, maar ook van de ringen daaromheen. En daar zijn allemaal reacties op gekomen. Mensen hebben een enquête ingevuld. En daar maakten ze kennis met het feit dat Paleis Lover
ontwikkeld zou worden, dat dat participatief zou worden gedaan en dat dat binnen een community uiteindelijk met elkaar gedaan zou worden. En toen zijn we eigenlijk met elkaar aan de slag gegaan om een beetje onze eigen dromen van Paleis Loven te visualiseren. Dus we hadden overal stiften, tijdschriften en was het de bedoeling dat iedereen in groepjes even met elkaar iets ging creëren over wat zou er allemaal kunnen. We hebben toen gewerkt met de werkwijze design thinking, ervan uitgaand dat we in de tijd tot en met 2 juni een aantal prototypes maken van het belevingsontwerp en dat die prototypes getest worden en vervolgens een nieuw prototype voortbrengen wat weer getest kan worden om zo elke keer het beter te maken. Een groep van zo'n 40 geïnteresseerde Utrechters denkt mee over hoe en wat we willen laten zien. Er wordt bekeken, gebrainstormd en gediscussieerd. Samen creëren zij de tour naar en door het paleis. Het verhaal, de beelden en de vorm. We begonnen met een paar basale dingen zoals welk verhaal wil je vertellen? En wat zijn onze kernpunten? Wat voor bezoekers ga je verwachten? En wat voor eigenschappen hebben die bezoekers? Dat je het ook begrijpelijk houdt en aantrekkelijk houdt voor mensen die niet gestudeerd hebben, maar die gewoon langskomen en geïnteresseerd zijn in Utrecht. Maar we hebben wel allemaal heel veel achtergrondinformatie. Dus als er vragen zijn, kunnen we altijd wel uitbreiden. Tussen september en maart wordt er bijna wekelijks getest en vergaderd. En elke keer weer lukt het om al die verschillende meningen bij elkaar te krijgen. De eerste 2 maanden hebben wij enorm veel gesticheld. En we zag je wat je in alle sociale groepscontacten ziet, dat er haantjesgedrag is. En dat mensen door elkaar praten en dat mensen niet naar elkaar luisteren. En langzaam maar zeker zag je, omdat het een hele horizontale organisatie is, omdat iedereen in gelijkwaardigheid daarin stond, zag je dat wij als vanzelfsprekend dingen van elkaar gingen accepteren. Die weg die wij ingezet hadden, die werd volgehouden. Wij willen dat er iets prachtigs komt te staan op 2 juni. Nou ja, sinds september tot en met nu is dat gewoon wat je constant voelt als we bij elkaar zijn. Iedereen stopt er zoveel in en iedereen geeft echt om de uitkomst. En die uitkomsten worden als prototypes gepresenteerd in de kelder van Café Walden. Tussen de zuilen van Paleis Loven. Daarna wordt er weer getest en verbeterd. Want hier komen we in de ruimte waar we nu ook zijn. Wat uiteindelijk resulteert in een programma van eisen voor het belevingsconcept waarin alles is uitgedacht. De belevingsarchitect Tinker Imagineers heeft 1 maart het programma van eisen ontvangen van ons. Daarmee gaan zij nu aan de slag om in Paleis Loven op basis van ons ontwerp een productioneel dat in elkaar te gaan zetten. Het interieur dat doen we eigenlijk altijd samen in het team. Dus de inhoud komt dan bij mij terecht en dan vertaal ik dat in de ruimte. En daarvoor maak ik bijvoorbeeld, zoals je hier op mijn scherm ziet, krijg ik de kaart en files en daarmee bouw ik heel mooi het huidige Paleis Loven na. Maar je komt dus strakjes in Paleis Loven, het huidige Paleis Loven aanlopen. Dan kan je dus eigenlijk al door de glazen façades zie je de ruimte met de krukjes waar straks de projectie gaat komen. Maar bezoekers zullen dan in eerste instantie eerst door het gangetje gaan en dan komen ze hier. Lopen ze eigenlijk recht op een tafel af met de maquette. Maar daar komen een soort glas en lood, zou je kunnen zeggen, een soort glazen vitrines. En daar zitten objectjes in en zo loop je eigenlijk die hele ruimte door. En op allerlei plekken zul je dit soort ramen zien en dat is dus, maakt duidelijk dat daar een verhaal en ook een object is. Wat aangelicht wordt en dat vertelt het verhaal van het object.
Voor de audiotour worden specialisten geraadpleegd om de verhalen over de hoofdrolspelers en objecten kloppend te krijgen. Oké, het fluitje is leuk, ja. Ja, het fluitje. Want Joost is hier tekst erbij aan het schrijven. En het is natuurlijk leuk om wel een beetje vanuit het object, want waar kijken we nou eigenlijk naar? Dit is van been, hè? Dus van bot gemaakt. Ja. En het bot moet je eigenlijk zien als dat, ja, het plastic van de middeleeuwen. Dus er wordt ongelooflijk veel van been gemaakt. Ja. Dus je vindt knoopjes, maar ook gereedschappen. Je vindt, het zijn de handvaten van messen, van, nou ja, wat je kan ze gek niet bedenken of het is van been gemaakt. En dus ook muziekinstrumenten, zoals dit klein fluitje. Ja. Ook de zuil en de muren van het paleis krijgen een verhaal. De specialist op dat gebied is natuurlijk bouwhistoricus Frans Kip. Ja, het is geheimzinnig om zo vanaf de straat regelrecht een kelder binnen te lopen. En dit zijn oude middeleeuwse kelders. En al zou je dat misschien niet zeggen met zo'n paal in het midden en ijzeren balken. Hier zie je dat twee grote bogen en in het midden brokkelig muurwerk. Daar zat een heel blok aan vast met een grote boog naar die kant. En op deze dwarsboog rusten gewelven en dat kan je hier nog net mooi zien. Het lijken heel simpele kelders, maar eigenlijk zitten hier stiekem dus heel veel tijdslagen door elkaar heen. Dat klopt helemaal. Aan deze kant de 13e eeuwse muur. Hier de 15e eeuwse muur van de kelder met gewelven. Hier 1900 en de voorgevel van 1900. Maar die staat op de oudste muur en dat is deze. Dat is de oorspronkelijke voorgevel van Paleis Loven uit 1020. Die muur die bestond uit kistwerk. Dat betekent dat je van goede blokken steen een binnen- en een buitenschil bouwt. En daartussen de ruimte opvult met brokken steen die je dus niet op maat hoeft te hakken. En dat is wat je hier ziet. Hieronder zie je de schil van de muur, de binnenkant. En daarboven is die weggehaald. En daar zie je dus het binnenwerk. Het is als een zak aardappelen. Waar je de zak afhaalt en zie je alleen nog maar aardappelen. Zeker, de zak is baksteen. Precies, en dat is een goeie. Want oorspronkelijk was dat tufsteen. Is gebouwd in tufsteen. Maar rond 1200 moet Loven een keer verbouwd zijn als paleis. En hebben ze de binnenschil voor een groot deel vervangen door baksteen, omdat die te brokkelig werd. En toen hadden ze net hele vroege baksteen, dus niet hele grote formaten. En hebben ze alleen de schil vervangen en het binnenwerk van de muur laten staan. Tegelijkertijd zijn er testtours om te kijken wat werkt en hoe er verbeterd kan worden. Bij de losse precies, hè? Kijk, die toren staat daar. Er zijn een aantal kerncommunityleden die zitten in de testgroep. En daarmee zijn we vanaf eind januari, begin februari, hebben we een aantal weekenden. Hebben we twee keer per dag een testtour gedaan. Om te kijken met het publiek, om te kijken van hetgeen wat we hebben, werkt dat al in de praktijk? Nou, je hebt natuurlijk bij deze rondleiding gezien, we hebben nog niet alles. We hebben wel een verhaal. Dat is het verhaal dat door de kerncommunityleden is uitgewerkt. Maar wat we nog niet hebben, dat is de techniek. Dat is hetgeen waar Tinker nu op dit moment mee bezig is, om dat uit te werken. Dus zo zag dat eruit. Dus ik ben me vooral op mij gaan richten eigenlijk op het proces zelf. En dan gaan we gewoon gelijk even naar 1000 jaar geleden. Toen was die Romeinse fort natuurlijk verdwenen, maar dan was het uitgegroeid tot een grote burcht. De burcht van de bisschop van Utrecht. Maar ik mis daarin één aspect, dat is namelijk het fysieke aspect. Dus het idee van waar heeft dat paleis nou gestaan? Keizerpaleis, Maarten, dat is daar, hè? Daar in die hoek. En ook even met een kaartje even laten zien van kijk, dit was onderdeel van een Duits, het Heilige Roomse Rijk. En de bisschop was een leenman van die Duitse keizer. Dat moet je in het begin wel even, die pionnen moet je even op het schaakbord zetten, ja. Dus zeg maar dat bij wijze van spreken mensen van 8 tot 88 jaar langs kunnen komen, van alle niveaus, dat ook scholen langs kunnen komen. Ik een andere tekening bijpakken. Het is wel mooi, een beetje een ander standpunt. Maar het is gevoel dat uitzag in het echt. Want dat bepaalt ook mee hoe makkelijk of moeilijk kun je het verhaal maken. Excuse me, sir. Visitors for the German Emperor. Oh. Thank you so much. Yes. Maar hier zie je ook zijn pilaar zitten. Dus deze pilaar is van het paleis geweest.
Omdat de inrichting van de beleving nog gemaakt wordt... Dus Mathilde was een belangrijke vrouw in het kerk. ...vertellen de gidsen zelf de verhalen over de keizer en zijn paleis. Er komt ook een magazine, waarin van alles over Paleis Loven te vinden is. Ja, die Romaanse tijd, ook die Romaanse burcht, dat keizerlijk paleis, ik was daar nog niet zo heel erg mee bekend. Terwijl ik toch wel best wel in de Utrechtse geschiedenis zit, ook van de middeleeuwen. Want er is nergens echt één boek of één artikel waar alle informatie bij elkaar komt. Maar al snel bleek dat ik het magazine kon maken voor Paleis Loven. En dat magazine bestaat uit allemaal verdiepende artikelen. Dus ik ben druk bezig met het afronden van alle artikelen, het opzoeken van afbeeldingen, beeldmateriaal. Ja, er is nergens iets waar je alles zo kan vinden. En ik hoop dat straks als het magazine uit is, dat kan opvullen. Dat straks alle verhalen die in de hoofden zaten van iedereen zo meteen op papier staan en... bij elkaar gebracht ook. Het is nu eind april en we hebben nog een 4 weken en dan is het 2 juni. Dus er wordt op dit moment volop gewerkt aan het programma van eisen van het belevingsconcept wat gemaakt is door de community om dat door Tinker te laten vertalen tot het belevingsconcept wat hier helemaal geïnstalleerd wordt. Beginnen we volgende week met en de grond eruit te halen, vervolgens de stenen, de klinkertjes eruit te halen. We starten met de nieuwe vloer erin, om die sfeer van die werkplaats, die archeologische werkplaats, te gaan creëren. En dan moeten we volop door en dan zijn we 2 juni gereed voor het grote feest. In de laatste weken van mei moet er nog keihard gewerkt worden. Maar uiteindelijk vallen alle puzzelstukjes in elkaar. De vloer is gelegd, verlichting aangebracht en de vitrines voor de objecten worden geplaatst. Paleis Loven is klaar voor Utrecht 900 jaar stad. En dan is het 2 juni 2022, de 900ste verjaardag van de stad Utrecht. De opening van Paleis Loven is op het Domplein op een groot scherm voor iedereen te volgen. Ik sta hier op de Vismarkt, bij een poortje waar jullie misschien jarenlang voorbij zijn gelopen. Maar waar vanaf morgen de entree is van de nieuwste historische attractie van Utrecht, Paleis Loven. En ik zag net al wat mensen naar binnen gaan, dus laten we eens kijken. Hier het gangetje in. Pas op voor je hoofd. Kijk eens aan. De burgemeester, de commissaris, de wethouder. Goedemiddag allemaal. Fijn dat u er bent. Wat is uw eerste indruk? Ja, ik vind het heel bijzonder om hier te zijn. En in de wetenschap ook dat het zo oud is. En nu een soort van herontdekt wordt. Dat lijkt me echt fantastisch om te doen. Zullen we maar doen? Zullen we doen, hè? Ja, zeker. Ik had de wethouder en de commissaris, we hadden al een soort rolverdeling afgesproken. De commissaris houdt de emmer vast. En de vrouw doet het zo. Ja, welkom. Welkom allemaal, welkom hier in het jaar 1122. Het is 2 juni en u bent hier in het paleis van Loven. Het paleis van zijn keizerlijke hoogheid, keizer Hendrik V. En tenslotte, waar gaat het eigenlijk om? Het gaat erom dat Utrecht een stad wordt. Dat het burgerschap
zeggenschap krijgt. Dat het floreert en groeit. Dat de handel groot wordt en een van de machtigste en invloedrijke steden van een Noord-Europa wordt. En dat is toch echt het verhaal waar het om gaat. Ik wens u allemaal in gezelschap van Piepeken, die een origineel fluitje speelt wat hier in de buurt gevonden is, weer de weg naar boven, naar het hedendaagse. En dan nemen de keizer en zijn vrouw mee voor een ander verhaaltje. Wij zijn met z'n allen 900 geworden. Gelukkig zie je er niks van. Proost. Hoera. Geachte commissaris, burgemeester en wethouder blijft. Als dat. Een steen, dat wil zeggen, een oude steen verwerkt uit de muren. Van het oude loop tot de nu. En mag ik u deze overhandigen? Maar dit is dus.